De staf van NEC ging woensdagmiddag op bezoek bij ZSV Zeilberg, waar het jaarlijkse Coaches on Tour op het programma stond. Bij dit jaarlijkse toernooi worden voetballers met een beperking gecoacht door trainers uit het betaald voetbal. Ja, dat is mooi, hè? Namens NEC gingen Rogier Meijer, Mousselou Nalbantoglu, Stefan Maletic en Robin Huntjes de strijd aan met onder meer PSV en Fortuna Sittard. Jongens, luister. In de wedstrijd. Mousselou is de coach, hè? Dus als hij wat roept... Ja, jullie gaan even voor de rest. Kom er even bij. Kom even naar een cirkel. Ik deed het. Jongens, een plezierige avond maken. Gewoon plezier hebben. Met z'n allen. En gewoon zoals we in de competitie samen voetbal met z'n allen. En we gaan het maken met z'n allen. Ja, Dave! Stefan, doen! Oh! Heel goed, jongens! Ja, Rogier. Hoe is het? Eerste gewonnen of verloren? Verloren, ja. Ja. De wedstrijd, speelronde nummer 3. Ja? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, onze plan is om vanuit achteren vanuit de keeper op te bouwen. En dat soms niet kan gewoon de lange bal te spelen. En ik moet je eerlijk zeggen, we hebben al aardig wat kansen gehad, schoten. Het enige is wat we vergeten is om ons te belonen. We doen het gewoon! Wat we gezegd hebben, doen we gewoon. Klasse, we belonen ons. Moes, je staat gewoon voor. Ja, het is ongelofelijk. Tegen een paar man meer en we doen het fantastisch. Fantastische goal van Dave. En op naar de 3 punten, jongens. Maar wacht even! Nick! Oh. We hebben een fantastische keeper, hebben we het gezien? Nee, joh. Maar, jongens, neem het even over. Nee, we staan er goed voor. Jol, je bent trots op de jongens, absoluut. Eindelijk de gewenste voorsprong. Ga je nu ook je tactiek aanpassen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik mocht me daar niet echt mee bemoeien van Mousselou, maar ik heb het idee dat hij niet helemaal meer in de hand heeft, als je het zo ziet, hè. Spannend, hij vindt spannend. Nick, jij ook niet! Ik dacht dat het geen makkelijk vak is, hè? Nee, maar hij wilde het graag een keer overnemen. Ik zei, nou, dit lijkt me een mooi moment om te proberen. Ja, en hoe vind je dat hij doet dat? Ja, hij doet goed. Maar dat wist ik al. Ik wist al dat hij dit heel goed kon. En, hij heeft het goed neergezet, dus kijk, hij is helemaal weg kwijt. Ja, wat was het plan en hoe komt dat nu tot uiting? Nou ja, we hebben net een plan van aanpak gemaakt, dat was niet opbouwen. We hebben een keeper met een fantastische trap. Oh, en alles naar voren en richt op de tweede bal. En gaan voor die goals. Het gaat goed. Maar we moeten ons wel even focussen, even hierop houden, jongens. Roda JC, onder leiding van Bas van Dongen. Divoe! Matchwinner! Wat een actie, zeg. Niet normaal. Messi. Wat is het leukste vandaag? Gewoon samen voetbal vind ik heel leuk. En ook met allemaal teams samen, dus is ook wel leuk. En hoe doen de trainers het? Ja, ook heel goed. Ja. Waar helpen ze jullie allemaal bij? Bij ons trainen geven we ook met gewoon samen pasen en ook samen spelen dan. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, vertel het zelf maar. Mooie goal gemaakt. Ja. Ja. Wat gebeurde er? Je kreeg de bal aan de zijkant en toen? En toen schoot ik eerst dan een beetje naar de goal en toen schoot ik op goal. Ja. Tegen PSV, de winnende. Wat gaat er dan door je heen? Winnen. Ja, hij is veel te bescheiden. Hij maakt een dribbel als Messi, hè? Hij maakt een dribbel als Messi en schoot een verre hoek binnen. Is dat mooi of niet? Zeker. Ja, dat bedoel ik. De transfermarkt is al gesloten, maar ga je toch nog wat proberen nu? Ja. Wil je nog bij NEC spelen of niet? Ja. Ja, dan gaan we proberen. Kom, we moeten dat foto. Die test is snel klaar. Hey!